Judoka Sanneke Vermeulen is net 16 jaar geworden en ze is daarmee de jongste Nederlandse deelnemer aan de Paralympische Spelen ooit. Ze is zeer slechtziend en judoot in de categorie tot 70 kilo. Vooral de laatste maanden ging haar ontwikkeling ontzettend snel. Maar het is de vraag of ze klaar is voor deze Spelen. Dit is de vrouw die Sanneke Vermeulen niet wil ontmoeten. Ze judoot voor haar, is titelverdedigster en favoriet voor goud. Vermeulen komt uit in de tweede partij tegen de Hongaarse Szabo. Ze begint fel en weet de 13 jaar oudere Hongaarse goed van zich af te houden. En deze veeg van het linkerbeen levert haar een yuko op, een heel punt. Direct doorgrijpen met een houtgreep lukt net niet. Toch levert deze aanval haar uiteindelijk wel de winst op, waardoor ze doorgaat naar de halve finale. En daar treft ze Herrera. Ja, ik denk dat het een goede wedstrijd was. Ze heeft zich goed aan de opdracht gehouden. Ze moesten van mij vooral links ertussen blijven. Omdat ik in Frankrijk had gezien dat de meisje een goede heupel had over rechts. Ja, af en toe liet ze het eventjes hangen, maar dat heeft ze wel goed opgepakt. Dus ik vond het wel een goede wedstrijd. Ja, je kunt ook zien aan Herrera dat ze al een stukje ouder is. Ze is 34. Ze is kampioen van de Paralympische Spelen van Athene. Vorig jaar wereldkampioen. Ja, niemand is onverslaanbaar natuurlijk. Dus we gaan het wel proberen. Maar het is wel een heel sterk meisje. En Sanneke is natuurlijk pas 16. Maar ik denk als we flink terugknokken en goed de pakking weer maken. Dat ze misschien nog wel een klein kansje hebben. En even staat Sanneke ook voor. Maar met nog 2 minuten op de klok neemt Herrera een aanval over. En is ze zoals verwacht te sterk. De achterstand haalt Vermeulen niet meer in en Herrera zal uiteindelijk goud winnen. Het stadion is goed gevuld met vooral enthousiaste Chinese supporters. De laatste kans op een medaille is de bronzen plak tegen de Zweedse Pernheim. Ze legt haar tegenstander in een houtgreep die 14 seconden duurt. De Zweedse rolt er weliswaar uit, maar het is het beslissende punt. Ja, geweldig. Dat ik hier al mag staan was al echt helemaal geweldig. En het spannendste moment was toen het eindsignaal kwam. Toen kwam echt alle emotie kwam echt los. Echt, dat was echt gewoon het spannendste moment. Al die mensen die juichen, echt heel de dingen zat vol. Het stadion. Nou, en als iedereen voor je klapt, dat is zo'n geweldig gevoel.